Zoals jullie weten is FIFA 15 al uit. Ja, prachtig spel, prachtig. Maar FIFA heeft geboden, FIFA heeft leefregels die iedere FIFA-speler hoort te volgen. En die ga ik met jullie delen. Ik zag ze ergens staan en ik ga ze een beetje aanpassen, een beetje mijn eigen mix gooien en met jullie delen. Dus, are you ready? Gij zult niet praten over andere voetbalspelletjes en daarmee kijk ik vooral naar Pro PES in het bijzijn van de almachtige FIFA. Dank u. Gij zult nooit voor het scherm lopen als er een wedstrijd wordt gespeeld. Dit is serieus. Gij zult nooit, maar dan ook nooit onaangekondigd op start drukken. Dit kan het hele ritme van de andere speler verstoren. Gij zult geen herhaling bekijken van slechte goals. Nobody got time for that. Neem de andere speler een club, dan zult gij geen land nemen. Dit is onzin. Gij zult niet naar de tegenstanders joystick kijken tijdens een penalty. Gij zult de eigenaar van de PlayStation en de joysticks altijd de mogelijkheid geven om player 1 te nemen. Gij zult accepteren dat één snel potje altijd zal leiden naar meer. Het escaleert heel snel. Gij zult accepteren dat winnen met penalties niet als een echte winst wordt gerekend. Echter hoeft u de joystick niet door te geven. De laatste, en deze is vrij discutabel. De meningen verschillen hier nog wel eens over, maar oké. 10. Gij zult geen flikker goal maken. Gij zult niet pasen in de 16 om vervolgens af te maken. Dit waren de 10 geboden van FIFA, de 10 leefregels. En volgende keer dat iemand iets niet goed doet, zeg je: hey, ga die geboden even bekijken van Ivano. Dan ga je het even leren. Maar ja, vond je dit een goede video? Geef dit een vind ik leuk duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, kan via hier beneden doen. De vorige video kan je via daar bekijken, doen. Check mijn editor via hierboven. En voor de rest, FIFA ze. Play the game. Like en deel. Ja, like en deel. Woe!